Hoi iedereen, heel veel jullie hebben mij gevraagd om een puppy te tekenen. Dat gaan we dus vandaag ook doen. Als allereerst gaan we beginnen door een cirkel te tekenen voor zijn hoofd. En daar een lijf onder. Natuurlijk een staartje. En puppyoren. En hier natuurlijk ook een oor erachter. Zijn hoofd hier laten we uitlopen. Omdat hij wat groter is. Terug. En dan zorg dat hier het oor natuurlijk op begint. Zo. En dan loopt het zo. Hier natuurlijk zijn poot. En zijn voorpoot. En we zorgen natuurlijk dat hij vlekken heeft. En dan is dit de lijn waarin we het oog willen zetten. En hier het eerste oogje. En het tweede oog. En natuurlijk is een snuitje. Dan geven we natuurlijk vrolijke oogjes. Die gaan we iets anders tekenen vandaag. Hier is het zwarte deel dat hij naar ons kijkt. Zo. En dan doen we hier het licht erin tekenen. Dan natuurlijk wat spikes voor zijn haren. En dan kunnen we hem gaan overtekenen. Natuurlijk een fineliner. En dan kunnen we beginnen met hem gaan in te vullen. En dan trek je gewoon alles zo na. Totdat je tevreden bent. Ik weet dat veel van jullie graag een puppy wilden zien, dus vandaar. Dus de puppy. Ik hoop dat jullie hem lief vinden en leuk vinden. En laat me natuurlijk ook weten wat jullie willen zien. Ik heb al een heleboel dingen die ik nog moet maken, maar ik vind het altijd leuk om jullie reacties te horen. Of natuurlijk om jullie foto's te zien van wat jullie maken. Want het is altijd leuk om deze tekeningen te zien. Iedereen geeft toch zijn eigen draai een beetje aan. Dat is het leuke van het tekenen. Vaak kleur ik mijn dingen in op de computer, maar je kunt er ook verkeerde tekenen zoals ik gisteren heb gedaan met de kleine zeemermin om ze in te kleuren, bijvoorbeeld markers. Al helemaal klaar. Ga ik zo de ogen nog even invullen. En natuurlijk mijn handtekening eronder zetten. En dan is deze tekening van vandaag alweer gedaan. En dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het weer leuk hebben gevonden. Ik kan niet wachten om jullie creatie te zien en welke kleur combineert. Jullie hebben natuurlijk gaan intekenen. Dat vind ik altijd het allerleukste om te zien. Ik wens jullie een super fijne dag. Vergeet niet om je creaties door te sturen via de mail of via Instagram, via Facebook, via Twitter.
Dat wat je zelf hebt. En waar je het zelf via mag sturen. Want dan kan ik de foto laten zien. Vergeet natuurlijk niet ook weer een naam eronder te zetten. Want zo kan ik het natuurlijk ook herkennen van wie die was. En dan kun je ook je tekening terug herkennen. Ik wens jullie een superleuke dag. En onthoud jongens, ben altijd creatief.